Morgen, we zijn even begonnen met het tanken van de wagen. Daar ben ik vrijdag niet naartoe gekomen, dus nu ook nu even. We gaan zometeen de LCV aankoppelen naar binnen Beemster en daar gaan we bladen. Nou, we hebben al één keer eerder een vlog gemaakt met de LZ2. Er was super veel vraag naar. Dus dan zijn wij zo. Dan doen we het gewoon nog een keer. Iedereen heeft zijn eigen lengteborden mee. In ieder geval de LZ2-chauffeurs. Op het moment dat wij LZ2 aankoppelen, dan doen we onze eigen borden erop. Dat het LZ2 is. Kijken we even goed nog even aan de binnenkant of die leeg is. Jawel hoor. Dan stel ik ook altijd even de assen in. Wij kunnen de assen handmatig zelf bedienen en welke je omhoog zou willen hebben. Hiermee kan je de assen aanzetten. Als we ze allebei omzetten, zoals nu is die leeg, kan ik ze allebei liften. En dan rijdt het makkelijker en goedkoper. Ondertussen, in Middenbeemster. We gaan hem even afkoppelen. De LZ2 die staat hier. Zet ik even neer. Zet ik de auto voor deur 13. Moet hem ook nog even van spanning afhalen, die motorwagen. Want ik kan nu de vangman niet open trekken. Doe ik de deur alvast open. En dan zetten we voor de deur. Kijk, hier hebben we nog een wat ander laadperron. Dan leggen we zelf de klep erin. Om de karren te laden. En dan staan de karren staan ook klaar. Alle rijtjes met een kruisje erop, die kunnen we alvast pakken. Dus we hoeven eigenlijk niet te melden, maar we kunnen zo beginnen met laden. We laden dus eerst de motorwagen vol. En zoals te zien, wat ik al buiten zei, hier staat dus een kruisje op. Dat betekent dat het filiaal klaar is en dan kunnen we ze er zo in rijden. Die is nog niet klaar, die wel. Dus dan kunnen we daar alvast mee beginnen. De karren staan al met de stuurwielen naar achter, dus dan kunnen we ze van voor pakken en meteen de goede kant op erin rollen. Dus we hoeven niet 10 keer die karren te draaien. Bakwagen even met de noodgang volgeknald. Nu gaan we de LZ2 aankoppelen. Maar wat zat er in het speciale doosje wat we vorige keer mee hadden genomen? Nou, doosje, het was best wel een flinke doos. Voor de mensen die mij volgen op Instagram, die hebben het al kunnen zien. Dus volg je me nog niet, volg me even, dan kan je dat soort dingen ook allemaal zien. Maar wat was het nou? Fucking gruwelijk. Nieuwe zonneklep. Ik ben er zo blij mee. Het is zo'n bruut gezicht. En ja... Super dik toch, of niet? Daar hoef ik niet veel meer over te zeggen. Echt heel cool. Kijk, de breedtepaaltjes zijn wat vies. Als het nou buiten wat nat is, doe ik het zo. Maar anders doe ik even zo. Zo. Ze waren net zo zwart dat ik ze amper kon zien vanuit de cabine. Het is natuurlijk best wel een afstand. Meteen even laten zien. Kijk, nu staan die assen allemaal omhoog. Omdat die leeg is. Met aandokken is het ook makkelijker om die assen te laten zakken. Nou, doe ik zo. Hartstikke mooi. Oh, wacht. De deur allemaal nog open. Niet geheel belangrijk. Ah, en jullie zagen het net al. Ik ben er super blij mee. Ik vind het echt waanzinnig. Ik had het ook nooit verwacht dat het zou gebeuren. Ik heb dus gewoon mijn eigen kleding. Maar dat is schitterend, toch? Of niet? En ik heb vet cool een logo laten ontwerpen. Zo, dit is dan de V8 en de M zijn de 3 vingers. Cool of niet? We gaan de wagen voor de deur zetten. Nou, hij is net even te laag. Zet ik hem op de juiste hoogte van het perron. En dan kan die kleppen mooi vlak in. Dus dat je niet of een kuil in gaat of een bult moet oplopen. En dat als je in de trailer eenmaal bent, dat dan die karren er weer mooi naar beneden lopen. Dan hoef je zo min mogelijk zelf te duwen. Het zijn er toch best wel veel. Het zijn er ongeveer 80. LZ2 is weer compleet. Trailer staat ervoor.
zijn we binnen. Net stonden niet overal kruisjes op dat ze klaar waren. Inmiddels wel. Dus we kunnen nu in één keer de hele trailer volgooien. Dat is wel lekker. Nou, daar gaan we. Zoals achter mij te zien, hele vloer weer leeg, alles in die wagen gegooid, maar tijdens het laden maken ze mijn bonnen alvast klaar. Maar omdat ik dan bezig ben, heb ik die bonnen, ja, die kan ik niet in mijn handen gebruiken, dus die hangen ze even op. Fles water heb ik al even gepakt, te vullen voor de warme, benauwde dag. En met die karren lopen heb je al genoeg water nodig. We gaan even een broodje halen en dan gaan we rijden. Mijn motorwagen staat op 24, hier kan je naast elkaar lossen. We hoeven onder het lossen niks meer uit elkaar te koppelen of af te koppelen of voor de deur te zetten. We kunnen hem in één keer leeg gooien, koppel hem dadelijk weer aan en dan gaan we weer. Gaan we naar binnen. Binnen in de plus, beide deuren gooien even open. Gaan we eerst de motorwagen lossen, maakt niet zo heel veel uit, maar het is voor het wegzetten van de kar is het makkelijker om eerst die te lossen en daarna die. Dus dat, gaan we even doen. De wagens zijn weer helemaal leeg. We gaan de kleppen eruit halen. Papieren boven even afgeven. Alles weer aankoppelen. We kunnen naar het volgende adres. Lekker. We hebben even een heerlijk broodje gehaald. Langs de A50, vlak voor Ede. We gaan straks laden in Ede, voor Zaandam. Ik heb al de rangeerder even gesproken. Ik weet al aan welke kant ik moet laden, dus dat is lekker. Als we het broodje hebben opgeeten, dan rijden we richting Zaandam. Nou ja, hebben de pauze er ook weer op staan. We hebben 355 kilometer al gereden, dus het gaat lekker. Ondertussen staan we in Ede voor de dok.
Als ik karren rijd, dus rolcontainers, zoals vanmorgen, dan trek ik altijd die hoge schoenen aan. Dat vind ik gewoon prettiger. En als je een paar schoenen op je enkels krijgt, dan, of een paar karren op je enkels krijgt en je hebt lage schoenen aan, dat is niet heel relaxed. Maar nu gaan we Pellas rijden, dus ik heb ook nog een setje lagen. Dus dan trek ik lekker die lage schoenen aan met die korte broek. Nou, wat wel even leuk om te vertellen is, we staan nu in Ede voor het dok. Daar staat een wagen vanuit Ede. Dat is één van de twee drieassige wipkarren. En wij rijden LZ2. Dan kan je prima zien hoe groot het lengteverschil is tussen de wagens. Daaraan kan je ook zien dat het lengteverschil tussen de zonnekleppen, dat is een gewone zonneklep. En die ik erop heb is een zonneklep van Trukstel Zwieren. Er zit een spiegelverlenger bij, omdat de spiegel die komt natuurlijk ook omlaag, de frontspiegel. En bij die zit hij helemaal omhoog. Nou ja, we hebben hem zelf gemonteerd, we hebben hem naar de spuiten toe gebracht, zelf gemonteerd, allemaal prima te doen. En dat is ook leuk om te doen, dus dat ziet er super dik uit. Ja, ik vind het cool. Ja, kom ook! Nou, die wagen uit Tiel die is weg, dus ik heb even de motorwagen op deur kunnen zetten. Ik laat een gewone trailervracht, dat zijn de 26, omdat hier geen LZ2 vrachten klaarstaan. Dus voor het gewicht, om het goed rijbaar te houden, verdeel ik het wat. Dus ik zet er 8 in de motorwagen, 16 in de hanger, dan is het gewicht goed verdeeld. Ja, dan moet ik hem even afkoppelen, maar goed, beter veiligheid dan dat ik een 26 daarin gooi en die motorwagen is leeg. Dan begint die ook te dwarrelen. En altijd even kniepie, kniepie. Kniepie, kniepie, Kuipers noemen ze hem ook wel. Nou, doet hij het niet meer. Ah, het is een beetje traag. Ja, kijk, daar is hij weer. Ja, ja, daar is hij weer. Onze filmster uit de vorige vlog. Kijk, we komen een ritje laden. 26 toch? Motorwagen is geladen. Ik zei net in het vorige verhaal dat er 8 in de motorwagen zou zetten, maar het kwam er net even beter uit door er 3 in de lengte te zetten en een blok van 6 nog achterop. Dat staat er precies op die assen, daar heb ik genoeg asdruk. Dus ik heb er 9 in gezet, dat is 9 ton. Goed, vracht er even op. Dan hoef ik er daar nog maar 15 te laden. We hebben er 26. Dus nou ja, prima. Deze klaar. Ga even van de deur afhalen, aankoppelen en dan kan een collega ook weer voor de deur. Zo, ik had net een spreekfoutje. We hadden er een 9 in die ander en hier natuurlijk 17, want dan kom je weer op 26. Heb ik er weer 3 in de lengte of in het midden gezet. Even voor de gewichtsverdeling, want anders staat alles helemaal voorin, omdat hij niet helemaal vol komt. Dus dan is qua gewicht even beter. We kunnen nou de papieren halen bij de F-truckchauffeur en dan zijn we helemaal klaar. Hij staat al aangekoppeld, is ook makkelijker met aankoppelen. Want als je eerst hem gaat laden, is ook allemaal wat te doen, kan wel. Maar dit is zo'n zware vracht. Dan gaat die dolly gaat helemaal omhoog staan. En dan moet je de achterkant van je motorwagen ook weer helemaal omhoog zetten. Gaat allemaal wel, maar als het allemaal op rijstand staat, is het gewoon het makkelijkst. Ondertussen zijn we in Zaandam. Het is net even 7 uur. We staan met de LS2 over de deur. Nu was het lekker ruim. Dan meteen de LS2 ervoor pakken. We mogen hier niet 2 deurtjes gebruiken, omdat andere leveranciers die ook nodig hebben. We gaan de papieren even afgeven en dan gaan we die bak even gauw lossen. We zijn ondertussen binnen bij Albert Heijn DC Zaandam in het warehouse. Ik heb me gemeld bij de portier om het doknummer. Vervolgens heb ik mijn papieren afgegeven. Nu zijn we binnen. Dit hele strek, daar mogen we lossen. De trailer staat er als eerst voor. Zometeen even omkoppelen om de motorwagen te lossen. En dan vol gas weer naar huis. De motorwagen staat op het dok, die 9 pelletjes knallen er even uit.
Planning had ik net aan de lijn. Ze vroeg of ik die Elze 2 middenbeemste wilde neerzetten. Dat gaan we nog even doen en dan naar de zaak. Nou, hartstikke mooi. Laatste pallet. Zetten we nog even neer. Hoop ik dat die snel gecontroleerd wordt. Ik ga hem alvast even aankoppelen, de Elze 2. En dan kunnen we met de middenbeemste. De dag zitten we erop. We hebben een dikke 516 kilometer gehad. Eigen aanhangwagen weer aangekoppeld op de tender. En wat is nou de tender? Want die vraag krijg ik nog wel eens. De tender is eigenlijk gewoon het adres. Tender 2. En zo heet het bedrijventerrein ook. Daar zijn we nu. Klaar. Ik heb vanmorgen al wat over mijn shirts gezegd. Ik ben er echt skitterend, hartstikke mooi blij mee. Ik heb verschillende teksten op shirts staan. Ook verschillende kleuren. Vind je het nou tof? Check even de link. Ik heb ook petjes. Dus mocht je het mooi vinden, check het even. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze vlog. Ik in ieder geval wel. Tot de volgende keer.